Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 39 in China. Heb jij aflevering 38 in Bahrein gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtboven ietsje, klik erop je die video bescheiden natuurlijk. Ben je nu mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van China natuurlijk. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie en dit belooft nog wat te gaan worden, want het regent hier in China. Dat betekent dat het motorvermogen hier niet zo belangrijk wordt. Het gaat vooral hier om de skills die nodig zijn om een goede natte kwalificatie te kunnen rijden. En hopelijk dat dat ook gaat gebeuren. De vorige wedstrijd in Bahrein was enorm goed verlopen. Ik ga alleen niet vertellen waar we toen geëindigd zijn en hoe we geëindigd zijn. En de manier waarop. En dergelijke, maar dat even terzijde. Aanbeland bij het einde van Q1. Ja, onze run dan. Want ik denk dat dit gewoon goed genoeg is om door te kunnen komen naar Q2. En dan breng ik een P5 op met een 1.44.9 op 17e van Max Verstappen. Oh, dat is niet goed genoeg voor Q2. Ik denk, we kunnen het wel met één run doen. Maar blijkbaar helaas niet. We zitten in de gevarenzone op P13. En dat betekent dat we er nog een keer moeten voor gaan zitten in deze natte kwalificatie in China. Groen bij de Delta, dat is goed, maar dat is nu weer rood en nu weer groen. Het springt steeds op en neer. Heen en weer eigenlijk. 2/10 onder onze eigen tijd, dat is goed om te zien. Nog steeds een P13. Einde van onze tweede run in Q1. Groen in sector 1 en 2, dat brengt ons naar een P3. Op 4/10 van George Russell. Q2 inmiddels aanbeland. En kijken of dit dan wel goed genoeg is voor Q3. Of dat we er misschien nog een keer uit moeten om onze ronde te verbeteren in Q2. We gaan het dus gewoon meemaken. Charles Leclerc met een 1.44.7 naar P2. Gasly naar P3. Lewis Hamilton met een 1.43.6 naar P1. Wij komen op een P2. Op precies een halve seconde van Lewis Hamilton. Dat is goed genoeg voor Q3. En het is nog steeds aan het regenen. Dus heel de kwalificatie is gewoon in het nat verlopen. Onze eerste run levert een P2 op. Op een 1/10 van Lewis Hamilton. Op de eerste startrij op dit moment. Maar het is inmiddels een P3 geworden. En we gaan onze laatste run in om te kijken of we ons misschien nog kunnen verbeteren. Russell naar P2 doet hij uitstekend. Hij zit er gewoon weer bij. En dat is alleen maar goed om te zien. Q3 zit er bijna op. Met nog een minuut te gaan. Dat is even in de war. Mijn excuses daarvoor. P4 inmiddels, want Valtteri Bottas is naar P2 gegaan. Rood in sector 1, groen in sector 2. Waar gaat dat ons heen brengen? Dat brengt ons naar een P3. We pakken Bottas. Wacht, wat zeg ik nou weer? We pakken Russell. Mooi. Ja, ik ben even in de war. Excuses. We pakken niet Valtteri Bottas. Alhoewel. Bijna. Maar goed. P3. Op 2/10 van Lewis Hamilton. Bij de Mercedes op 1 en 2. Bij de Schaven Racing coureurs op 3 en 4. Dat is goed om te zien. En Russell zit er gewoon bij. Fantastisch. Fantastisch. P3. We mogen zeer tevreden zijn. En we verliezen het. In sector 1. Daar ben ik ongeveer, ik weet niet hoeveel tienden sneller, maar het had misschien P2 of P1 kunnen zijn. Maar goed, dat is allemaal achteraf.
We hebben dus een prima kwalificatie achter de boeg. Laten we gaan pushen voor die overwinning. Gaan we beginnen voor de derde aflevering van seizoen 4 voor carrière aflevering 39. It's time to find out which driver is up to the task of claiming the Chinese Grand Prix. We're here in Shanghai. We're here in the Yangtze River Delta today, home of the 16 corners that make up the Shanghai International Circuit. 54% of this 3.3-mile lap is taken at full throttle, and we'll be getting up to speeds of around 200 miles an hour, with DRS assisting the cars down the back straight before they break into the sharp hairpin at turn 14. And as always, a man with plenty of racing experience joins me in the commentary box. Today, it's Anthony Davidson. Tell me, Ant, you're no stranger to surviving the melee of turn one. So how do you keep out of trouble when there's so much going on around you? There are three main things to worry about there, Crofty. Positioning, awareness, and discipline. First, you have to put your car in a bit of space and make sure you have room to react to what the others are doing. Then you have to watch your mirrors and listen to the sounds around you to get a sense of where everyone is. And finally, just don't get too greedy. Just because a gap exists doesn't always mean you should go for it. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Lewis Hamilton lines up on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have the Professor, Russell, Carlos Sainz, and Ocon, Albon, Leclerc, Stroll, and Sebastian Vettel, Norris, Gasly, Louis Delatraz, and De Vries, Kvyat, Perez, Max Verstappen, and Nicholas Latifi, Grosjean, Magnussen, Giovinazzi, and Nobuharu Matsushita. And with lights out just moments away, it's time to... After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Het doel is dus het momentum mee te nemen naar deze grote prijs, want de vorige wedstrijd hadden we een mooie puntfinish te pakken, dus dat gaan we deze wedstrijd zeker weten, dus weer doen. We starten dus vanaf P3, voor ons Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, achter ons George Russell. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 39 van My Team Career Mode. En we zijn onderweg en we komen beter weg dan de beide Mercedes voor ons. Die knijpen ons al gelijk af, maar wij vinden een weg door het midden. Raken, volgens mij Lewis Hamilton als ik dat goed zeg. Maar de leiding veroverd bij de eerste bocht. Dat is goed om te zien. Zo moeten wij het hebben. En wat een wereldstart deze keer. Volgens mij de afgelopen drie wedstrijden, inclusief deze, hebben we gewoon telkens niet op pole position gestaan. Maar wel de leiding veroverd. Naar de run naar de eerste bocht toe. Dat is opmerkelijk. Dat is heel goed om te zien. En de start is gewoon uitstekend. Het is daar wel een beetje geel in sector 2. Maar het is weer groen geworden. Dus dat is heel goed om te zien. Dus iedereen is goed door bocht 1 heen gekomen. Mooi om te zien. Lewis Hamilton rijdt dus achter ons. En iedereen is op die medium band gestart. Ronde nummer 3. En we zetten de snelste raceronde met een 1.34.6. Want we verbeteren onze snelste raceronde. Maar we hebben een DRS fout. De DRS is niet beschikbaar en dat is een beetje jammer. Maar Hamilton zit op een seconde, dus die kan niet binnen onze DRS afstand komen. Dat is heel goed om te zien. En Russell naar P4. Sainz rijdt op P5. Ronde nummer 3. En we zetten weer de snelste raceronde met een 1.34.585. Het gat naar Lewis Hamilton is 1,9 seconden. Bijna 2 seconden dus. Dus die hebben wel helemaal zoek gereden. En Russell is bij Bottas aangehaakt. Dat is goed om te zien. Sainz nog steeds naar P5. Nog steeds de DRS-fout. Ronde nummer 10 is het inmiddels. En de DRS-fout is weer opgeheven. Dat is mooi om te zien. Gat naar Lewis Hamilton is inmiddels 2,4 seconden. Let's use overtake and burn some of this energy. We moeten wat IRS gaan gebruiken, dus dat gaan we zeker doen. En we zitten nog niet op de helft. In ronde nummer 14 zitten we op de helft van de grote prijs. Dus het schiet al aardig op. Ronde nummer 13 is het. Een ongeluksgetal, maar hé, kunnen wij niks aan doen. Het is daar geel op het rechte stuk. Daar rijdt iemand langzaam. Ik kijk naar... het circuit op de kaart, daar links onderin. En het is Carlos Sainz die daar uitvalt.
reed een uitstekende wedstrijd, reed gewoon op P5 rond. Jammer dat hij is uitgevallen. 0 punten voor de Spanjaard en McLaren. We zitten op de helft in ronde nummer 14. Vond je deze video nou leuk? Beloon dan met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal? Zeker abonneren voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Ik probeer wekelijks te uploaden. Dat is gewoon het doel. En we gaan gewoon lekker door met de My Team Career Mode. Dus er komen heel veel afleveringen aan. Dat sowieso. Totdat F1 2021 uitkomt. Maar het duurt nog even een maandje of wat is het? 2-3. Ruim 8 weken. Dus ongeveer. Ja, zou ik zeggen 21 weken ongeveer. En dan komt F1 2021 uit. Dus zodoende gaan we ons vermaken met F1 2020. Wat gewoon een leuk spel is. En ik probeer jullie namelijk te vermaken. Ronde nummer 15 is het inmiddels. En George Russell duikt naar binnen. Valtteri Bottas duikt ook naar binnen voor een laatste pitstop. Die gaan naar de harde band volgens mij. En wij gaan dus een ronde later. We gaan langer door dan George Russell. Ik wou eigenlijk zeggen, we gaan een ronde langer door. Alleen ik versprak me eventjes. Dus wij proberen nu de overcut op George Russell en Co. Een ronde later dus, in ronde nummer 15 namelijk. Want de rest is allemaal in ronde nummer 14 naar binnen geweest. Duiken we naar binnen en we raken net niet die bandenstapel. Dus we mogen van geluk spreken. En waar komen wij terecht? Komen wij voor of achter Valtteri Bottas terecht? Het gaat heel spannend worden, dat weet ik wel. De pitstop duurt ongeveer 21 seconden. Versnelling was niet beschikbaar. 2,5 seconden stilgestaan. Waar komen wij terecht? Daar is Valtteri Bottas. En we komen er net voor. De overcut heeft gewerkt. Goed om te zien in ronde nummer 16. En Bottas kijkt al gelijk voor een aanval voor de leiding. Maar dat lukt niet. Russell naar P3 heeft Lewis Hamilton te grazen genomen. Dat is goed om te zien. Dus als het zo eindigt hebben we gewoon in totaal 6 podiumplekken te grazen genomen. Want in elke wedstrijd stonden we tot nu toe op het podium met onze beide coureurs. Ronde nummer 18 is het inmiddels. En Bottas zet de snelste raceronde met een 1.33.775. Zit maar 1/10 achter ons, dus de druk is enorm hoog. En Bottas kijkt daar naar die binnenkant. Maar wij doen gewoon net als wat de AI altijd doet. Gewoon insturen. Dat doet de AI ook altijd als ik het probeer. En u krijgt een koekje van eigen deeg. En Russell zit daardoor dichter op Valtteri Bottas. Maar Bottas is gewoon snel. En rijdt gewoon weer naar ons toe. Dat gat is 3/10. Dat is nu inmiddels 5/10 geworden. Mijn excuses. Hamilton is zoek gereden. Laatste ronde loopt inmiddels, want zo hard is het gegaan in deze wedstrijd. Bottas zit 16e achter ons. Daarachter rijdt George Russell op 1,3 seconden. En Lewis Hamilton heeft al snel zijn racerondepunt in handen. En ik wil dat toch even af gaan pakken, als dat kan. Want dan hebben we de volledige score te pakken voor een raceoverwinning plus het snelste racerondepunt. En Russell pakt gewoon weer een podium. Hij pakt zijn derde van dit seizoen. Wij pakken ook zijn derde. Ons derde pakken we dit seizoen. Het podium. In totaal hebben wij op elk podium gestaan. Met beide coureurs. Dat is nogal een prestatie. Dat is gewoon goed om te zien. Russell heeft een tweede plek veroverd. En twee keer een derde plek. Wij hebben twee keer gewonnen dit seizoen. Want deze tel ik mee. En één keer een tweede plek veroverd. Dat is gewoon extreem goed. Wat we hier gewoon aan het doen zijn. Daar mogen we trots op zijn. En misschien gaat dat snelste racerondepunt er gewoon nog aan. Want we zetten groen in sector 1, groen in sector 2. Bottas zit op 15e ongeveer. Dat gaat hij niet goed rijden. Russell zit op 1,3. Kan misschien Valtteri Bottas nog aanvallen. Maar ik denk dat hij net tekort komt. Hamilton is gewoon zoek gereden door ons. Mercedes niet geprofiteerd van zijn startposities. Want die vertrokken van 1 en 2. Wij vertrokken van P3 en P4. En we finishen op P1 en P3. We pakken onze tweede overwinning van het seizoen. Onze derde podiumplek van het seizoen. En dat snelste racerondepunt is er aangegaan. Dus we pakken de volledige score voor mijzelf. Voor Schaven Racing. Uitstekende wedstrijd. En dan gaan we ons opmaken voor onze thuiswedstrijd in Nederland.
And with that, we wrap up yet another incredible Grand Prix weekend. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalise on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Here comes your top three making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. De uitslag, wij winnen dus de grote prijs van China, pakken ook een snel race rond de punt. Valtteri Bottas naar P2, George Russell maakt het podium compleet voor ons voor een derde plek die hij heeft behaald. Hamilton naar P4, stelt teleur. En wie krijgt driver of the day? Ik denk dat... Trouwens, ik heb eigenlijk geen idee wie dit is. Maar goed, boeien. 17 punten verschil naar Valtteri Bottas en Russell klimt naar Bottas voor P2 in het klassement. En wij verstevigen onze leiding met 22 punten verschil naar Mercedes. Dat is goed om te zien. Een goede wedstrijd. Sowieso. Rivaliteit breakdown met mezelf en Charles Leclerc. Dat is 19 tegen 8. Dat staat gewoon dik en dik voldoende voor ons. Team McLean met mezelf en George Russell natuurlijk. Level 20 mijzelf, level 17 George en level 23 het team zelf. Dat is goed om te zien. Mooi gedaan van beide heren. Ik en George. 1,58 miljoen binnengeharkt door de sponsoren. Plus de 100k extra. In totaal is dat bij elkaar $14,16 miljoen. Hebben wij totaal op de bank. I think we've got room for some more investment. Nou, Carl adviseert, ja, we hebben wat meer ruimte voor meer investeringen. De sponsoren worden gewoon weer verlengd. Maar goed, dit was dus deze aflevering, mensen. De grote prijs van China zit erop. Carrière aflevering 39 zit erop. Heb jij genoten van deze video? Beloon dan vooral met een like. Ben je nu mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. En verder voor onze thuiswedstrijd in Nederland. Tot ziens.